In deze aflevering doe ik een review van het aandeel Hornbach Holding. De Hornbach is de beroemde doe-het-zelf bouwmarkt die jullie kennen van de televisiereclames. Op de turbulente markt is de Hornbach echter een aandeel met heel veel groeipotentie. En dat laten ze ook dit jaar zien. En ik zal aantonen in deze video dat het het waard is om te investeren in dit aandeel. Vind je dit interessant? Blijf dan kijken. Hallo allemaal, mijn naam is Dennis en dit is weer een nieuwe coronacrisis video. In deze aflevering doe ik een review van het aandeel Hornbach Holding. De Hornbach kennen jullie allemaal als die doe-het-zelf bouwmarkt van de televisiereclames. En het is al een aantal jaar beschikbaar als aandeel op de Duitse beurs. Dit jaar komen er een aantal krachtvelden samen waardoor de Hornbach een perfect aandeel is om in te beleggen. En in deze video ga ik jullie aantonen wat deze krachtvelden zijn en dat het perfect is voor jullie beleggingen de komende jaren. Laten we eerst eens even gewoon naar het aandeel kijken. De Hornbach Holding heeft de code HBH en het omvat niet alleen de bouwmarkt zelf, maar ook nog een aantal andere onderdelen en dat vormt zich samen de Hornbach Holding. Het aandeel was bij het maken van deze video gesloten op 80 euro en de dividend is 1,50 euro per aandeel per jaar. En dat is op dit moment tegenover de huidige aandelenkoers is dat 1,9%. Ze keren ook maar één keer per jaar dividend uit en dat is rond juli. En daarmee valt normalerwijze de Hornbach af bij mijn aandelenportfolio, want ik heb aandelen die meerdere keren per jaar dividend uitkeren en ook boven de 2%. Echter, wat ik al daarnet zei, er zijn op dit moment een aantal krachtvelden aanwezig die de Hornbach een hele goede investering maken. Laten we eerst eens even dit plaatje verder afronden. De eenjaarskoersstijging is 31% op dit moment en de vijfjaarkoersstijging ongeveer 33%. Deze twee getallen die overlappen elkaar en dat komt omdat het in die periode van 5 jaar toch wel wat pieken en dalen heeft gekend. En dat kan je goed zien in de plaatjes. Als je gaat kijken naar de eenjaarsgrafiek, dan zie je heel typisch zie je die dip in maart toen corona de wereld in zijn greep nam. En daarna is de Hornbach eigenlijk eruit geklommen door die krachtvelden die ik zo ga uitleggen. En als je kijkt naar de 5-jaars grafiek, dan zie je daar dus ook wat pieken en dalen. Heeft vooral ook te maken met het opzetten van nieuwe vestigingen en de zaken die daarvoor nodig zijn. Maar dan hopelijk kan ik dat jullie zo uitleggen als we de financials gaan bekijken. Op zich dus, als je dus kijkt naar de plaatjes, zit er dus groei in. Het is alleen op dit moment nog niet echt veel. Dividendgroei is er wel geweest sinds 1877. Maakt het toch een beetje een dividend aristocrat als ze dus van die datum tot nu iedere keer hun dividend een beetje verhoogd hebben. Er gaat een gerucht dat volgend jaar het dividend 1,75 euro wordt, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Daarvoor moeten we even wachten tot de eindejaarsvergadering. Maar 1,75 euro, dat gaat zeker de goede kant op. En dat zal zeker gepaard gaan met nog een stevige stijging van de aandelenkoers. Hier zien jullie de krachtvelden die gaan zorgen voor de stijging van de aandelenkoers. Als eerste het vaccinatienieuws. Klinkt hartstikke goed. Maar met die vaccinaties los je niet het coronaprobleem totaal op. Er zijn nog steeds mensen die het niet aandurven vaccinatie te nemen en ook wereldwijd is het niet ineens weg. Dus er zullen veel mensen toch voor thuisrecreatie gaan kiezen en hun woning gaan inrichten voor die thuisrecreatie. Dan heb je de verveling. Door de zogenaamde lockdowns, thuiswerken en die zaken, geen familie op bezoek, gaat men naar de bouwmarkt om die scheur in de muur toch maar te repareren of de tuin leuker te maken.
Dus die bouwmarkt is een hele makkelijke weg om iets aan de verveling te gaan doen. Want de bioscoop is ook niet mogelijk, restaurant kan niet. Dan maar naar de bouwmarkt. We zagen dat al in maart, toen die eerste lockdown kwam, rijen voor de bouwmarkt. Ik zal jullie daar een stukje film van laten zien. Moet je kijken. Bij de Hornbach in Wateringen stond er zelfs een flinke rij auto's te wachten om toegang te krijgen tot het parkeerterrein van de bouwmarkt. Verkeersregelaars zorgden ervoor dat alles rustig verliep en dat iedereen op de hoogte was van de 1,5 meter afstandsregel. Maar niet iedereen was even geduldig. De bouwmarkt zorgde ook voor foldertjes met daarin informatie over de maatregelen die de winkel heeft genomen en de oproep tot begrip voor de gevolgen van die maatregelen, zoals bijvoorbeeld een wachtrij bij de ingang. Nou, dan heb je winkelketens die de bouwmarkt gebruiken als hub voor het verspreiden van hun producten. Sommige winkels die zitten vast aan coronarestricties, maar men kan wel naar de bouwmarkt toe. Dus men gebruikt de bouwmarkt om die producten uit te stallen. In het verleden was dat de worstenkraam of de oliebollentent, maar nu zul je steeds meer producten gaan zien. En ja, de Hornbach zal daar waarschijnlijk commissie op vangen. En dat draagt bij aan de stijging van de aandelenkoers. Nou, dan heb je nog een probleem dat niets met corona te maken heeft. En dat is eigenlijk wel de perfecte situatie. Er is een tekort aan woningen. En wat gaan mensen dan doen? Ze kunnen geen woning kopen. Nou, dan gaan ze de woning verbeteren. Dus naar de bouwmarkt om die scheur in de woning te fixen. Of die nieuwe keuken maar zelf te bouwen. Of iets anders te repareren. Dat gaat men dan doen. Daarnaast worden woningen steeds duurder en onbetaalbaar. Dus men blijft zitten in de woning. Wat gebeurt er dan? Doordat je zelf maar die keuken gaat doen, of die badkamer, of iets anders fixen, gaat een taxatie alleen maar een hogere waarde opleveren. En ja, blijft men in een cirkel manoeuvreren en belandt men in een totale padstelling. Dus nogmaals, het is niet zo leuk voor de gewone mensen, maar voor het aandeel Hornbach Holding, zeker interessant. Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis. Huizen worden verkocht ver boven de vraagprijs, alsof er niets aan de hand is. Maar waarom blijven de huizenprijzen tijdens deze coronacrisis maar doorstijgen, terwijl dat in de crisis van 2008 niet zo was? Nou, drie dingen zijn essentieel anders dan toen. Als eerste het aanbod. Er staan nu een stuk minder huizen te koop dan tijdens de crisis in 2008. En dat maakt de huizen die er wel zijn gewilder en duurder. In cijfers ziet dat er zo uit. Nu heb je als huizenkoper, als je gaat zoeken, gemiddeld keus uit twee woningen. Tijdens de crisis in 2008 had je veel en veel meer keus, maar liefst uit 9 huizen. Een jaar later, toen de crisis zich verdiepte, zelfs uit 17 huizen. Normaal doe ik altijd de risico's op het einde van de video. Maar in deze situatie pak ik er eentje uit en die doe ik nu direct na deze positieve krachtvelden. En dat heeft te maken met de lockdown die ons kabinet heeft aangekondigd. Deze lockdown sluit ook de bouwmarkten en dat betekent omzetverlies. En dat gaan we merken aan de aandelenkoers. In Duitsland is er ook een lockdown, dus de aandelenkoers die gaat gewoon zakken. Dit is natuurlijk een perfecte aankoopmogelijkheid. De lockdown in Nederland die gaat nu minimaal tot de week van 18, 19 januari duren. Of die doorgaat daarna, dat is onbekend op dit moment. Maar er is nu een periode om het aandeel goedkoper in te kopen. En daar kun je dus perfect gebruik van maken. De Hornbach Holding beheert drie dochters. De eerste, dat is de Hornbach Bouwmarkt, die wij allemaal kennen. Dan heb je Hornbach Immobiliën. En dat is als het ware een onroerend goedfirma die de gebouwen van de Hornbach beheert. Dan heb je Hornbach Bouwstoffen. En dat zijn echt raw materials voor de bouwbedrijven. De grove materialen die de bouwbedrijven gebruiken voor woningbouw, wegenbouw, etc. Die Hornbach Holding heeft 100% van de Hornbach Immobiliën en Bouwstoffen en 76% van de Hornbach Bouwmarkt. 23% is free float en die kun je ook op de beurs kopen. Dat is wel een aparte. De Hornbach Bouwmarkt AG is ook
op de beurs geregistreerd en die zou je ook kunnen kopen. Ik raad het niet aan, omdat die 23%, ja, daar, dat kan je kopen en dan pak je een stukje dividend, maar verder kun je daar niets mee. De Hornbach Holding zelf heeft 62%, laten we zeggen, aangeboden aan de beurs. En waarom is dat beter dan die 23%? Mocht de Hornbach Holding overgenomen worden door een grote koper, dan kunnen wij daar ook van profiteren. Als wij die 23% hebben, dan zal een koper, ja, die pakt gelijk het grote deel. En daar liften wij bijna niet op mee. Maar en wel als we de Hornbach Holding hebben. Dus neem gewoon die Hornbach Holding, dan pak je eigenlijk de vruchten van drie firma's mee. Je ziet ook heel duidelijk dat het een family trust is. Dus boven de Hornbach Holding zit een family trust en die heeft nog 37% van de aandelen. En waarschijnlijk een deel van het bestuur komt dus ook uit die family trust. De Hornbach Bouwmarkt heeft 161 vestigingen in 9 landen. In Duitsland zitten 96 vestigingen en is daarmee ook het grootste bouwmarktketen. En Nederland zowaar staat op de tweede plaats met 15 vestigingen. Daarna heb je nog vestigingen in Oostenrijk, Tsjechië, Roemenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en ook eentje in Luxemburg. En daarmee laat het dus duidelijk zien dat Hornbach een typisch Europese operatie is. En ook afhankelijk van Europese gebeurtenissen, waarbij Duitsland natuurlijk leidend is met zijn 96 vestigingen. Maar op zich maakt dat ook de supply line heel erg kort, want het zijn puur EU-zaken. En dat maakt de Hornbach Holding en de Hornbach Bouwmarkt enorm efficiënt. Nou, voordat ik de financials ga doen, pak ik eerst een persbericht bij. Want ik wil dit persbericht gebruiken om daarmee de financials in te gaan. En dat is een persbericht waar de Hornbach aangeeft dat zij hun forecast gaan verhogen. Zij geven dezelfde krachtvelden aan als die ik er net heb aangegeven. Mensen verbeteren hun eigen huis en de spullen kopen ze bij de Hornbach. De Hornbach verwacht 4,7 miljard omzet te draaien en dat is een verbetering tussen de 13% en 17%. En dat was tussen de 8% en 15%. Hieruit wordt dan ook die dividendverhoging geleid. Want er wordt gewoon goed winst gemaakt. En daar gaat de aandelenkoers mee bewegen. Natuurlijk moet de huidige lockdown niet al te lang gaan duren. Zeker niet waar bouwmarkten bij betrokken zijn. Maar dit is in ieder geval een goed teken. Veel bedrijven die geven juist een forecast verlaging aan. En de Hornbach een van de weinigen die een verhoging aangeeft. En dat is ontzettend goed. Op het scherm zie je de website van de Hornbach Holding. Wij gaan de financials onderzoeken en checken of de eerder genoemde beweringen correct zijn. En dat het waard is om te investeren in de Hornbach Holding. Ik ga naar Investor Relations en dan kies ik Financial Figures. En dan ga ik naar Multi-Year Overview en dan gaan we eerst even op een macroniveau kijken wat de performance is van de Hornbach Holding. Let op, ik zeg Hornbach Holding, dat is dus de Hornbach Bouwmarkt, dat is de Real Estate Company en de Hornbach Grondstoffen. Nou, dan zie je dus een aantal jaren staan van 2015 tot ongeveer nu. En dan pakken we als eerste de net sales erbij. En dan zien we dat de sales eigenlijk ieder jaar aan het groeien is. En in een paar rijtjes naar beneden, dan zien we dus dat het iedere keer ongeveer 5% groei is geweest. En de laatste periode zie je een uitschietertje van ongeveer 8%. Nou, wat zegt dit mij? Als sales groeit, dat betekent dat de markt interesse heeft
in de producten en diensten van het bedrijf. Dus dat is een goed teken. Het zegt nog helemaal niks over winstgevendheid, maar in ieder geval wel dat er interesse is vanuit de markt. Wat ook interessant is om te zien, dat is als we naar deze rij gaan, de tweede rij, hoeveel van die sales vanuit niet-Duitsland kantoren komt. En dan zie je dat dat in ieder geval in de laatste periode is dat ongeveer, laat ik het zeggen, net iets minder dan de helft. Als we dan gaan kijken naar de EBITDA, dus dat is de winst met de afschrijvingen opgeteld, dan zie je dat dat eigenlijk vrij constant is tot de laatste periode waar het bijna verdubbelt. Als we dan gaan naar de winst zonder de afschrijvingen erbij opgeteld, dan zie je dus dat dat een beetje golft, behalve dan in die laatste periode. Als we dan een andere meting erbij pakken, en dan pak ik de voorraad, dan zie je dat dat gestaag toeneemt, maar niet echt super schokkend. En dat vind ik wel interessant, want dat laat ook zien dat de spullen die de Hornbach inkoopt, dat die vrij direct wel de markt op gaan. Zeker als je dat vergelijkt met de sales die gemaakt worden. Dus daar zit wel een vrij geavanceerde supply line achter. En dat vind ik zeker zeer interessant. Laten we ook kijken naar het aantal medewerkers. Hier zie je ook interessante dingen. Het aantal medewerkers stijgt ieder jaar. En dat heeft dus te maken met het openen van meer kantoren. Maar natuurlijk ook dat er meer activiteiten plaatsvinden. En dat is een goed teken. Je ziet ook dat ze het aantal aandelen constant hebben gehouden. Er zweven nog steeds 16 miljoen aandelen die op allerlei fronten verdeeld zijn. En je ziet hier dus de earnings per share, de winst per aandeel. Dus op zich, als we kijken dus naar een aantal jaren met nog niet al te veel details, kan ik zeggen dat het voor een bedrijf als de Hornbach, dat de performance goed is. Nou, dan gaan we kijken naar wat specifiekere financiële cijfers. En dan pakken we als eerste de income statement erbij. Oftewel de profit en losse rekening. Dan zie je daar de sales weer staan. 4,7 miljard. Cost of goods sold. Die zie je op 3 staan. En 3 miljard. En dan blijft er dus een gross profit over van 1,7 miljard. Nou, op zich vind ik dat voor een bouwmarkt hartstikke goed. Want als je hier naar kijkt, dan zie je dus dat er best wel nog wat winst wordt gemaakt op de artikelen. We kunnen dat specifieker zien als we de profit en losse rekening van de Hornbach bouwmarkt pakken. Dus niet van de holding, maar de echte bouwmarkt. En dan zie je dus, want daar is de sales 4,4 miljard. Dan zie je dat het net iets meer dan de helft is. Dus eigenlijk is het best wel zielig voor de toeleveranciers. Want die moeten dus hun producten echt, laat ik het zeggen, bijna zonder, met minimale winst aanbieden. En dat betekent dus dat die toeleveranciers echt veel producten moeten verkopen, zodat zij ook voldoende winst maken. Nou, dan kom je dus in kosten die met, laat zeggen, de verkoop te maken hebben. Dan komen hier de winstgetallen voor belasting en voor rente. En dan komen wat rentekosten. En dan zie je op een gegeven moment dat er een daadwerkelijke winst uitrolt. En in ieder geval laat het nogmaals zien dat de Hornbach Holding winst maakt. Ik ga nu weer naar een ander financieel stukje. En dan gaan we de balans bekijken. Want daar ben ik wel eigenlijk benieuwd hoe het op schuldenbasis gaat. En dan zoek ik
naar debt. En dan heb ik hier twee stukken schuld. Debt is schuld. En dan zien we, er is hier een half miljard non-current debt. Dus dat hoeven ze niet dit jaar te betalen. En hier zie je current financial debt van ongeveer 70 miljoen. Het is minder dan het jaar daarvoor. En dat betekent, er is iets afgelost, er is iets afbetaald, waardoor de schulden lager zijn geworden. Betekent theoretisch dat de firma ook meer waard is. En ik zie ook wat ze moeten betalen, dus de trade payables, dat is wat ze moeten betalen aan hun leveranciers. Redelijk constant, is natuurlijk hoger, want als je meer verkoopt, moet je meer inkopen. En even kijken, wat zie ik nog meer wat interessant is. Eigenlijk klopt alles wel een beetje. Ook grappig om te zien dat de holding 1,5 miljard aan bedrijfsgebouwen heeft. Dus dat zijn alle holding, of alle Hornbach gebouwen, alle bouwmarktgebouwen. En ja, op zich kan ik alleen maar zeggen dat de financials er zeker acceptabel uitzien. En dat het klopt dat zij met de afsluiting van dit jaar een goede tijd tegemoet gaan. Nogmaals, we moeten even uitkijken met betrekking tot de lockdowns. Want die zijn er dus tot in 2021. Nou, het laatste wat ik wil bekijken is een stukje aandelen key data. En dan zien we een aantal jaren, dan zien we dus de share price, de aandelenkoers bij het sluiten van het jaar. Zie je dus typisch de golf die we aan het begin van deze video hebben gezien. Als ik naar beneden ga, zie je dus 16 miljoen aandelen constant. En we zien ook dat het dividend eigenlijk jaren hetzelfde is gebleven. Ze hebben iedere keer 24 miljoen uitgekeerd. En de rest van de winst is de firma ingegaan. Zoals ik in de video heb gezegd, er gaan geruchten dat ze de dividend gaan verhogen met een kwartje. Dus naar 1,75. Maar dat moet nog aangegeven worden in een officieel schrijven. Wat ook interessant is, is dat de handel in de Hornbach aandelen neemt toe. Maar zelfs in de goede periode valt het mee, de verhoging. Dus nog niet iedereen is op de hoogte van de, laten we zeggen, van het succes van de Hornbach Holding. En dat is goed voor ons, zodat wij kunnen inkopen voordat de rush op de bouwmarkt gaat starten. Dit was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie wat inspiratie hebben opgedaan. Voor meer informatie, check de website van de Hornbach Holding. Abonneer je op dit kanaal, zodat je geïnformeerd wordt als er weer een nieuwe video is geüpload. En dan kan ik jullie alleen nog maar veel gezondheid en wijsheid toewensen. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei doei!